Sinds meer dan 50 jaar liggen in de extra beveiligde afdeling van de Amerikaanse centrale bank Fed 1500 ton Duits goud 26 meter onder de zeespiegel. Het zou op de rotsen van Manhattan op de veiligste plaats op aarde worden bewaard, verzekeren de Amerikanen. Maar er gingen stemmen op in Duitsland die eisten dat het Duitse goud weer moest worden teruggehaald naar Duitse bodem. De Fransen hadden het in de jaren 70 gedaan met hun eigen goudvoorraden. Frankrijk had toen zijn goud laten afhalen in New York met oorlogsschepen. De grote Duitse goudschat heeft ongeveer een tegenwaarde van 70 miljard dollar en zou een betrouwbare basis zijn om een nieuwe valuta te dekken in geval van ineenstorten van de euro. De 1500 ton goud zijn een product van Duits werk en Duitse vlijt. Ze stammen uit de tijd van na de oorlog toen Duitsland in het kader van het zogenaamde Wirtschaftswunder grote overschotten op de handelsbalans voortbracht. Maar nu weigert de Fed het eigendom van Duitsland terug te geven. Na jarenlang getouwtrek willigde ze in 2012 in om minstens 300 ton tot aan het jaar 2020 terug te geven. Voor het jaar 2013 was gepland 50 ton goud terug te brengen naar Duitsland. Daadwerkelijk kwamen slechts 37 ton aan, 32 ton kwamen daarbij uit Parijs en slechts 5 ton werkelijk van de Fed. Bij deze 5 ton ging het bovendien niet om staven uit de originele bestanden van Duitsland. Het waren nieuwgegoten staven met het stempel 2013. Duitse politici die de Duitse goudvoorraden zouden controleren keerden onverrichter zaken terug uit New York. De Fed weigert bovendien tot nu toe een goudstavenlijst openbaar te maken. Vooraanstaande economische experts zijn het erover eens. Het Duitse goud is weg. Duitsland zal het goud nooit meer zien, waarschuwt ex-manager van Goldman Sachs William Kay. En dit hoewel de Fed het nooit had mogen aanraken, want het was alleen ter bewaring toevertrouwd. Dit is een ongeëvenaarde daad van onderdrukking en provocatie en wordt actief meegedekt door Duitse politici. Enige weken geleden werd bekendgemaakt dat zelfs het terugbrengen van de 300 ton goud tot aan het jaar 2020 zal moeten worden afgebroken. De druk uit de VS werd te groot, zodat de Duitse politiek door de knieën ging. CDU-politicus Norbert Bartle beweerde voor de media: de Amerikanen passen goed op ons goud. Hoe lang nog moet Duitsland zich in iedere aangelegenheid blindelings onderwerpen aan de VS? Wanneer staan er in plaats van landverraderlijke politici weer vrouwen en mannen op die moedig de belangen van Duitsland verdedigen? Mogen opbrengsten uit zwaar werk van een heel volk ten prooi gegeven worden aan begeerige bankiers en financiële despoten? Zolang zelfs VS-politici zoals congreslid Ron Paul er principieel aan twijfelen of de in de VS opgeslagen goudvoorraden van verschillende landen nog fysiek voorhanden zijn, heeft Duitsland op zijn minst ieder recht een controle te eisen van de eigen reserves. Een soevereine staat zou dit mogen doen, anders is hij niet soeverein. Geeft u deze video alstublieft door om het Duitse goudschandaal bekend te maken voor de wereldopinie. Hartelijk dank.